Yo mensen van Verteeltje, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe... Wat was dat nou voor random? Naar een nieuwe aflevering van Far Cry 3, part 2. Ik zal jullie even vertellen wat er allemaal is gebeurd, want er zijn net een paar ongeluks gebeurd hier. Nou, ik werd hier wakker, ik zag die pop, hij was een man, die was goedaardig. Die gaf me geld, ik kocht een wapen. En ik ging deze deur... Nee, wacht trouwens. Ik ging deze deur uit. Hij zei een beetje over dit stadje, dat het leuk was. Ik kocht daar een wapen bij die dikke tata. En toen ging ik deze kant op. En ja, ik zal even vertellen waarom ik dit allemaal vertel. Want ik heb net rond de 20 minuten... Nou, rond de nabij de 20 minuten lekker opgenomen. En tegen wie heb ik staan praten? Tegen mijn microfoon. Letterlijk en figuurlijk. En nou heb ik net de stroom daar aangezet. En kom ik weer aan bij deze man. En nu hebben we een nieuwe missie. En ik ging net op de map kijken en we moeten daarheen. Dat is alles wat ik heb ontdekt in het tussenstukje. Dus we gaan gewoon verder vanaf hier. Dan weten jullie dat ook weer. Echt sorry daarvoor. Ik kon er ook voor kiezen om het erop te zetten. En dan zonder mijn commentary. Maar natuurlijk is dat niet altijd leuk. Hè? Nee, dat willen jullie niet. Driving, nieuw tutorial hebben we niet nodig. Maar ja, dat hebben we helemaal niet nodig. Ik ben hier gewoon goed in. Kijk mij gaan dan. Het is gewoon een racer in actie hoor. Het is de man die... echt gewoon alles kan hier kijken doen. Warm, warm, warm. Oh, een brug. Volgens mij gaan wij totaal de verkeerde kant op. Want we moeten naar die punt. Maar oké, ik wil jullie even erop attenderen dat jullie me echt zeer hebben gemotiveerd door de video van gisteren 15 likes in totaal te geven. En andere dingen. En oké, ik moet dus twee van die dingen killen, want die beweegt en die moet dood volgens mij. Niet wegrennen! Yes. Ik heb hem toch? Yes! Dat geluid ook echt. Jij kan niet wegrennen, bro. Ik ben redelijk scheef. Kom op, aimen. Hier heb je al die jaren Black Ops 2 voor gespeeld. Ups. Die andere mag wegwezen, want ik heb er maar 2 nodig. Wat doe ik nou? Oh. Oh ja, je steekt een mes in het gras. En je maakt... Oké, ja, zo kan het ook, weet je wel. Je hebt allerlei manieren. En een mes in het gras steken. En dan krijg je hem open. Nou. Ah, deze doet hem. Waar stak hij dat mes, hè? Hij stak het serieus daar. En ik zie gewoon geen... Nou, laten we het niet over het spel hebben. Laten we het gewoon over de commentary verder blijven houden. Die diamantjes heb ik net uitgelegd gekregen trouwens. Dat dat gewoon dingen zijn wat ik kan looten. Dus wat ik op kan pakken. Het kan iets zijn van geld, ammo. Dus kogels en zo. En dergelijke. En ik zie op de map dat ik dit moet pakken, want ik zie ook Red Leaf. Yep, dat heeft hij goed. Oké, dan gaan we even niet naar die kant. Weet je wat, we gaan lekker met de auto weg, omdat we toch wel zo goed kunnen rijden. Toch bij die hele auto kapotto is. Kapotto is, wat is dat nou voor zin? We hebben ook gras opeens in de auto, wat is dat voor mode? Oké, we gaan rijden. Oh, het gaat een beetje fout. Chauffeur ventieltje in de... Oh. Oké, het enige wat ik dus niet ga worden is chauffeur. Dat gaat hem dus niet. Fuck de auto. Daarom wil ik geen rijbewijs. Nee. Maar wat is dat nou? Ik kan niet eens door een paar houten troephekjes rijden. Maar door een stenen, betonnen, mooie, glazen muur. In ieder geval betonnen muur. Kan ik wel. Kan ik niet. Kan ik wel inrijden bedoel ik. Wel, dat faalde. Oké, we hebben een blauw iets nodig. Is het in het water? We gaan wel een lekker tuikje nemen. Haps. Zo doen we dat. Ah, hier is die. Kluk. Ja, zo doen we dat tegenwoordig. Het is trouwens echt een uber mooi spel. Uber is gewoon echt het coolste woord van het leven. Dus daarom gebruik ik Uber. En we hebben 1 Red Leaf. We hebben... Oh, we hebben nog... Oké, we hebben nog 1 groene nodig. Dus geen blauwe. Groen, groen, groen. Ik ben niet kleurenblind. Dus zo moeilijk zou dat niet moeten zijn. Ik liep heel even daar tegenaan, oké. Het zou prachtig zijn. Waar is dat groene ding? Ah, hier. Nice. We hebben allemaal spullen. En dan gaan we lekker vandoor. Dan gaan we daar naar achter. Hey. Fast travel to Armanica and meet with Dennis. Dennis is die ene gast die ons heeft geholpen. Wacht, laat ik deze auto maar pakken, want die... Dat kan niet eens. Fast travel, wat is dat dan? Open map, fast travel icon. Oké, prachtig. De map openen... Wat moesten we dan doen? Een fast travel naar? Nee. Armanica Town. Hoe doen we dat dan? Nou, het zou helemaal mooi zijn, maar ik ga erheen.
Wat is Quillvine? Ah, dat is een mooie, mooie wietplant. Oké, maar we gaan hierin. We gaan natuurlijk even naar ons objectief. Dus doen we weer niks nuttigs. Ja, doe maar waar je zin in hebt. Jezus, hé. Hey. Wow. Tyfus. Alles gaat fout, jongens. Ik ga rijschool beginnen. En ik kan toch wel naar achter. Wat zit hier? Wat blokkeert mij? Waar rij ik serieus tegen aan? Hoe lomp kan ik zijn? Ik rij tegen gras aan of zo. En er zit gras in dat, zie je dat? Oké, wacht. Sommige dingen hiervan kloppen niet. Oh, nou kan ik er opeens wel. Ja, nou kan ik er opeens wel door. Oké, we gaan prachtig. We gaan prachtig goed naar de goede richting, toch? Gewoon Formule 1 hier. Formule 1 race. Ben ik de nieuwe commentator? What the fuck doe ik? Mission failed. Harvested Young. Nou, zo kun je het ook dus doen. Hoezo nou? Wat is dit? Ja, ik was zeker. Moeten we weer dit doen? Nou, wat allemaal een gateringtrup. Getrup? Getrup, jongens. Ja, het is zeker getrup. Oké, dan gaan we. Kunnen we. Oh ja, wacht. Waar is onze mooie auto? Ik had dat toch zo mooi geparkeerd, jongens. Waar is die dan? Ik heb geen auto meer. Nee, dat meen je niet. Oké, mooie tutorial. Maar ik snap niet wat hiermee te doen is. Fast travel. Wat is dat dan? Dat ik er snel ben? Leg het dan ook uit. Oh, zo doen. Oh, dubbelklik. En dan kunnen we teleporteren. Dat kan natuurlijk ook, ja. Zo kun je er ook komen. Nice, we zijn in Omanica Town. Nou, hier kom ik dus uit en zo. Ik moet Dennis meeten. Talk to Dennis. Dat is die ene gast die ons heeft geholpen. En die ook even een mes bij me hield. Waar is die gast? Waar is die? Zijn dat nou oliebollen? Nee, oké, dat zijn poepballetjes. Oké, wacht. Nu realiseer ik dat poepballetjes best wel vaag is. Ja, jij wordt. Nou, laat hem maar. Laat hem maar. Het is toch ook een aardige kerel. Een aardige aap. Nou ben ik wel hier. Maar dan moet ik naar die Dennis. En die Dennis is echt. Oh, hij is hier al. Hij is hier al. Staat hij me op te wachten, hoor. Hallo. Oh, ik dacht we Dennis, moeten praten. Kan ook. Alsjeblieft, bro. Good. Then bend nature to your will. I will teach you. Nice. Hij gaat me dingen leren, ik weet niet wat. Crafting. We gaan lekker dingen in elkaar maken. Medical. Oké, okay, medical. No owned. Select. We leave, have to, need one. Oké. Okay. Weet je wat, we maken er meteen twee, hoezo niet? You may even find more powerful plants out in the woods. If you're lucky. Now, use the skins of the animals you killed to enlarge what you can carry. Crafting, ah, dat kunnen we hier doen. Allow you to carry more weapons. Nice. Money, loot, and syringes. Ik heb al een mooie rugzak. One last thing. Dat is de nieuwe e-spec van tegenwoordig. It is a sign that you are special. Oké, rustig aan. Oeh. Ja, is goed. Tatau! Hoe die dat zegt. Tatau! Tattoo is het gewoon voor de mensen die het niet begrijpen. Geen tatau! Klinkt meer als tartaar. Nou, het zal allemaal wel leuk zijn, maar ik wil dit helemaal niet. Ik hoef geen tattoo, jongens. Nou, dan gaan we er toch op kijken. Zoom. Ja, het ziet er helemaal mooi uit, man. Wat moet ik er nou mee dan? Ik wil gewoon weer. Oh, hier moet ik nog op klikken. Oké, het ziet er ook allemaal mooi uit. Moet ik hier nou blij mee zijn? Spring slide. Ja, het zal allemaal mooi zijn. Hier, prachtig. Ah, ik waardeer je tattoos. Kan ik nou hier weg? Of moet ik hier nog een uur. Godver. Hey. Oh, moet ik hier ook nog op drukken? Learn the skill. Take down. Click F to silent the dispatch. Ja, dit lijkt me cool. Oh, nice. Dus dat is wat we hebben geleerd. Dat leer je dan wel snel. Fuck dit tutorial. We moeten hem kijken. Maar dat hebben we al gezien. Nou, wat nu dan? Wat nu? Moeten we nog cool queen 8? Learn the skill, oké. Okay. Nice. Ja, dat is mijn tatau. De tatau. Jongens, wie belt ons? Dat zien jullie in de volgende aflevering. Laat eens.